Eigenlijk in de periode voorafgaand aan de feitelijke diagnosestelling had ik in een gesprek met mijn zus, die mij op het idee bracht van, goh, zou er misschien autisme aan de hand kunnen zijn? Toen had ik het idee van, dit zou het wel eens kunnen zijn. Steeds vaker kwam ik in aanraking met autisme. Ik las er steeds meer over, hoorde er steeds meer over. En opeens, als een soort brainwave, toen dacht ik van, dit, god, zou het daar niet in zitten? Daar zit het in. En toen viel er voor mij, voordat ik dat met Annemiek besprak, een heleboel op zijn plek, toen ik daarover na ging denken. En toen heb ik dat met haar besproken. Op het moment dat ik die diagnose hoorde, was ik helemaal ontroerd. Van, god, er is een antwoord. Ik word nog steeds ontroerd als ik eraan denk. Maar Jezus. Dat was niet van plan, hoor. Goed. De langste baan die ik heb gehad heeft 8 jaar geduurd. En die is uiteindelijk is ook gestopt omdat ik zelf een conflict kreeg met een collega. En ik had veel ruziegesprekken ook. En aan het eind van het gesprek ben ik hem naar de keel gevlogen. En dat was gewoon de definitieve druppel. Ik heb toen via de bedrijfsarts een onderzoek gedaan. En daar kwam naar voren dat ik een pervasieve stoornis had. Op het moment dat ik dat hoorde, heb ik het opgezocht. En toen bleek dat ik een diep doordringende autistische stoornis had. Op het moment dat ik dat realiseerde, deed het heel veel met me. Ik was echt letterlijk diep van onder de indruk. Het was alsof het alsof ik eindelijk in de gaten kreeg. Van wat het. Ik kreeg eindelijk in de gaten van wat er aan de hand was. Dat het een naam had. Dat er eindelijk, na zoveel zoeken, dat ik eindelijk gelijk kreeg van potverdorie, ik kan er toch niks aan doen. Maar aan de andere kant is het ook een vonnis, want het is wel een leven lang. En en dat dilemma. Maar goed, ik ben intussen dus een hele poos overheen gegaan tussen de diagnosestelling. En nu inmiddels ben ik in behandeling. En ik heb nu de indruk dat we nu op een koers zitten waar ik zelf wel wat mee kan. Dat is namelijk zoveel mogelijk erachter zien te komen van welke problemen ik ervaar door mijn autisme. Want het stuk autisme, daar kan ik niks aan doen. Maar wel hoe ik ermee omga. En de gevolgen die mijn autisme heeft in mijn leven. Dat het iets heel blijvend is, kon ik langzamerhand stappen gaan ondernemen om dingen echt te voorkomen. Ik durfde ook medicijnen te gaan gebruiken. Ik durfde zelfs structuur in mijn dag aan te gaan brengen.